start is gegeven. Hoppa! In de afdaling Riese Metsema kent Jan de Klok van de Zweepvlieg ook op de avonturenberg. Inge van der Heijden die we daar in de verdere achtergrond staan met Schreiber. En ja, Christina Brandt die daar voor bij Schreiber is gegaan. Dat staat voor haar in deze openingsronde. Goed gedaan in de afdaling, Willy. Ja, moet daar wel liggen natuurlijk. Die oplossing hier voor Christina Brandt, Europese kampioen.
We gaan even proberen kijken of we een glimp krijgen vanaf de volgers. Ook Van Empel kijkt even achterop om te zien. Maar blijven ze, het waren 4, 5 seconden. En ik denk dat dat ook iets meer is geworden met Brand en Kastelein. Ja, met Zwaan, die rijden natuurlijk, weet daar vroeger nooit tevoren aan. En Inge van der Heijden neemt daar nog net het achterliel van Betsema. Dat wil zeggen met Zwieren in de achtervolging. Maar het was heel leuk door Kastelein. Europese kampioenen, de testen van Ja, toch wel die jeugd talent van Empel. Ze zei daar vorige week in het meester. En dan hier Brands die denkt, voilà, we gaan dat niet te ver laten lopen. En zoals ik al zei, Luc, Brands, dat moet een parcours zijn dat daar ligt. De bergkoningin van de Vuelta. Gewonnen door... Van Empel, de Schiede, nog altijd trekbaar. Kom zo, dat is heel erg goed, hè? En dan moeten we van Alpen krijgen, zeker met daarachter. Is dat Anakee? Ja, denk het wel. Ja, inderdaad, Anakee.
Dat is nagenoeg je top 10. Dat met, dan die Hellenis nog weer geeft daar de avonturenberg op. En niet van onze beurt spreken natuurlijk het leek nog op dat ze naar toe ging rijden. En ja, dat kan blijven. Dit is van vorig jaar. Wat kan zij hier op deze cross? Deze rechtstreeks lady cross. Maar wil de werkgever zich vast nog een paar overwinningen schenken? Deed dat vorige week al, daar deed de Polderskos in Kruijbeke. En momenteel doet zij ook mee voor de zege op dit ogenblik. In die tweede ronde van de wedstrijd. Jop. Dan moet daar toch een aardige inspanning leveren om dichterbij te komen. En Kastelein, die iets wat behoedzamer in die afdaling gaat, met een stel op de naam van Mark. Thank you.
Camille van den Berg, ja. De materiaalpositie gaat naar Van Rintel, lijkt de hotel op terug te komen. Waar zijn de posten? Van Rintel brandt wel. Wat is er gebeurd van Empel? Daar hebben we geen zweem van. Dat is niet gebeuren. We willen het niet op het scherm, maar ik dacht dat we het niet hebben. En het is er Op plek 5. Jana Kastelein, de winnaar is van vorig jaar. We zitten in de derde van de 6 af te liggen rondjes. Jana Kastelein, in de zone van exact. Resultaat is van de crossen in het algemeen. Het kader van de exacte crossen. En Brand heeft daar wagonnen terug aangepikt bij Fem van Empel. Mooi beeld daar. Van Beringen daarboven op die mijnteril. Hier komt Nele de Vos op Nele. Het is ongeveer een idee. Heeft het op zijn tijd. Jurgen met de penning, heb je. Ervaring sluit zich erbij. Yeah.
50. Hier komt dan een groepje met de Shinoda voorzitter, onder andere met Vogel van Schiaalse en met Sterrenbroek is dat in dat gezelschap. En de Zita Brand neemt wat meer voorsprong op de andere drie. Dus de Zita Brand. Maar eerst de wedstrijd van het seizoen. In het grofgebeuren. Gaan de vult aan voor de we sprak daar op het Centrum dat de overige zon komt daar in Schravenwezel, Rustig naar Brand. Een vaststuk op een mooi seizoen, een mooi crossseizoen, zei ze ons toen aan de micro. En opende om terug die wereldtitel te pakken. Daar in Engeland, in Overijden, in de maand dat het zelfs begin februari is, nog die periode daar dan de Nederlandse overrijden. Ja, ze komen al fijn voor de Europese kampioenen, die alweer nog iets meer wattage komt die gedaan op die avonturenberg daardoor wat uitloopt op de eerste achtervolger, de Fem van Empel, de volgende opgestreken. Dus twee leiders op dit moment.
Hij daar bovenaan, terwijl Bout Kaptein er ook voorbij komt, 10e plaats, 2 minuten tegen 10 afgesteld, 2 omhoog. Vooral, kijk, ze gaan met een zwit in elkaar zo gekijken, iemand die de wisselzone ingaat. En Van Empel kijkt nog eens op, geniezen wat denk je. Dan op de pedalen lopen, branding omhoog voorbij, we mee vooraan. En Kastelein ook nog niet, ja, dat kreeg hoor, deze niet, de hoofdnaast is erbij. Van de Nies. Met Rauwe Bastiaanse en met Sterrenbevloed. Maar dat is allemaal op 3 minuten ongeveer achterstand. Dus serieuze tijdverschillen die genoteerd worden. Ja, die Ferguson en trouwens Schuster. Die meisjes zijn 17 en jullie zijn junior. Ja, zeker. Dat is, Tom, we zagen net dat Lucinda... Ja, en Frank komt terug aansluiten.
gemakkelijk rijden. Laatste 7 rijden met 1 minuut 15 achterstand. Hier komt dan met de druk nummer 7.
Brand. Van Impel aan de leiding. Nog altijd punt van Impel. Gaat scoren 2 op 2. Punt van Impel. Nog altijd aan de leiding. Brand die probeert nog op te rukken. Brand probeert nog op te rukken, maar het is van Impel. Het is punt van Impel. 1 punt. In het kader van de exact crossen. Maar wat een prachtige wedstrijd hebben we hier gekregen. En de derde plaats die moet er nog aankomen. Die komt daar nu met Denise Bensema. Die nu als derde, net als vorige week, als derde mee op het podium mag. Provisa Denise met die mooie derde plek. Denise Bensema. Zeker, dat was een gemispunt toch wel. Brand en Van Empel in een langgerekte springkastlijn gaat nu afdraaien. En dan gaat hij plaatsje 4 nemen, zeker Willy. De winnares van vorig jaar, naar plek 4, gaat ze rijden. Iara Kastelein. Hier komt Iara Kastelein, Michel Kara met die vierde plek. Ja, Kastelein 4. En dan gaan we naar nummer 5 toe. En dat is Celine Alvarado zeker. Ja, ja. Goeie vijfde plaats voor Celine Alvarado. Provisie. Celine Alvarado. En dan gaan we naar plek 6. Sixième place, Marie Schreiber. Sixième place voor Marie Schreiber. De dame die het snelst weg was in deze wedstrijd. Hier komt dan Benedruk van Wieringen van der Rijden. Op plek 7. Wieringen van der Rijden, 7. Achtste plaats dan voor Annick van Alpen. Achtste plaats voor Annick van Alpen. En dan gaan we naar plek 9 en plek 1. Die gaan we nog even meenemen. 9 en 1. Dat zal dan allemaal Anakay en Maud Kapteins moeten zijn. Anakay van de 777-ploeg van Camille van den Berg.